bolwerk nummer 4. Een heerlijke starterswoning met twee slaapkamers en een buitenruimte. Hier aan de rand van de binnenstad, je wandelt zo de Albert Heijn in, de binnenstad in, het park. Heerlijke locatie. We gaan alles bekijken in een korte video. Ga je mee? We gaan de hele woning bekijken, maar we gaan even boven beginnen. Ja, hierboven vinden we twee slaapkamers, waarvan één heel ruim, dat zie je hier. Je kunt er een heel groot tweepersoonsbed kwijt en nog steeds veel ruimte daaromheen. En wat ook handig is, is deze hoek. Hier heb je namelijk nog een wastafel. Wat ideaal is, want de badkamer is beneden, dus hier kun je nog even je tanden poetsen. Grote slaapkamer aan de voorkant dus. En een wat kleinere slaapkamer hier, nog aan de achterkant. En hier boven mij zie je nog een luik. Want hierboven zit nog een hele bergzolder. Die laat ik je tijdens een bezichtiging zien. Hetzelfde geldt voor de kast die daar zit, want daar zit de cv-ketel achter. Zo, weer terug op de begane grond in deze heerlijke woonkamer. Je hebt een leuke zit hier. Ja, ik zit hier naast de meterkast. Ja, dat is de binnenstad dat je de meterkast zo in de woonkamer hebt. En ergens anders zal waarschijnlijk de gasmeter, watermeter zitten. Hoe dan ook, de groepenkast, die is modern, die is nog weer vervangen. Zitten aan de voorkant, eten aan de achterkant. Dat kan heel goed hier. Leuk is dat je dan ook weer dichter bij de keuken zit. Maar ja, het is een leuke speelse indeling zo, want ik ga hier nog een klein stapje naar beneden. En ik sta in de keuken. De keuken is mooi strak en compleet, want er zit ook een vaatwasser in. Gaskookplaat, koelkast en een combi. Wat wel handig is deze kelder. Hier kun je flink wat spullen kwijt. En hierachter vinden we de badkamer. Ja, en dan hebben we nog een buitenruimte. Als ik hier nu sta, ja, het is in de ochtend, dat is het oosten. Dan merk je, ik kan nog in de zon staan. Natuurlijk is het niet een echte hele zonnige plaats, maar je kunt lekker even buiten zitten. Of zelfs even de barbecue aansteken. Hoe leuk is dat? Ja, ik vind het wel een hele leuke woning. Ben je ook nieuwsgierig geworden? Ik laat je deze woning heel graag zien tijdens de bezichtiging. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.